In 16 zoveel gingen de Nederlanders er ongeveer zo naartoe. Met het zeilschip. Naar de Nederlandse Antillen. Er woonde heel vroeger een handjevol Indianen. Die waren er al, dus het land was van hun. De Spanjaarden hebben het land eerst ingepikt en daarna de Nederlandse kaap- en koopvaarders van de West-Indische Compagnie. Want het was wel handig, zo'n haven aan de andere kant van de wereld. Voor de handel in specerijen en slaven. Die slaven werden door onze voorouders naar Curaçao gebracht en daar verkocht. De meeste gingen dan weer in schepen naar andere landen. Maar er bleven ook slaven op de Antillen achter. Die moesten werken in de landbouw en in de moordend hete zoutpannen. De hete zon liet het water verdampen. Het zout bleef op de bodem liggen. En de slaven moesten dat bijtende zout opscheppen in die brandend hete zon. De koopvaders van toen hoefden het alleen maar op te halen. En het zout bracht veel geld op, toen. Wat weet jij van de slavernij? Nou. Waren jouw voorouders slaven? Daar heb ik nooit van. En ze hebben me nooit verteld. Maar wat weet je ervan? Het was een slechte tijd. 'S morgens vroeg opstaan en gaan werken. Want als ze niet goed werkten en hard, dan kreeg de mensen de zweep over de rug. En als ze niet werkten, dan werden ze verkocht, hè? Ja, soms. Of ter dood gebracht. En soms als ze hier naartoe worden gevoerd en dan... En sommigen sterven daarin en dan gooien ze gewoon over dek in het water. Ben jij boos op de blanken? Nee, ik ben niet boos, want ze hebben me nooit iets gedaan. Maar jouw rasgenoten wel. Voel je dan niet met ze mee? Ja, ik voel het wel. Ze denken, vroeger hadden wij altijd last van die andere mensen. Nou moeten zij en wij hun last bezorgen, daarom denk ik. Als je dat op de televisie ziet, wat denk je dan? Hoe op de televisie? Nou, de rassenonlusten in Amerika of apartheid in Zuid-Afrika. Nee, ik denk dat er een einde aan moet komen. Hoe? Nou, dat ze allemaal dezelfde recht krijgen. Maar hoe krijg je dat recht dan? Nou, als iedereen van elkaar gaan houden en elkaar dezelfde recht geven, dat ze alles kunnen doen. In deze vervallen huisjes wonen de slaven. 6 slaven per huisje.
Wat we van de Antillen weten is van de geschiedenis- en aardrijkskundeles. En dan denken de meeste mensen nog dat het vlakbij Suriname ligt. Terwijl het net zo ver is als van Amsterdam naar Madrid, met een grote zee ertussen. Daarom gaan we eens kijken en luisteren op de Nederlandse Antillen. Want kinderen weten zo weinig van andere kinderen op de wereld. En Antilliaanse kinderen spreken Nederlands. En over pakweg 10 jaar moeten de kinderen van de wereld kunnen meedenken over hoe het moet gaan in de wereld. Curaçao met zijn Willemstad is het grootste eiland van de Antillen. Het is maar klein hoor, ongeveer 2 keer zo groot als Texel. Het is er altijd zomer. Dat is eigenlijk al onbegrijpelijk voor een Nederlander. Alles wordt daardoor anders. Stel je maar eens voor, Sinterklaas en Kerstmis in de zomer. Wij hebben zomer, herfst, winter en lente. Op de Antillen spreekt men van de droge en de natte tijd. Maar de natuur slaat die natte tijd vaak over, dus er groeit niet veel. Wel cactussen, overal cactussen. Het eten moet dus vaak gekocht worden in andere landen, en dat is duur. Maar als de natuur zijn best heeft gedaan en er is veel regen gevallen, zoals in de afgelopen natte tijd, dan is alles groen. Dan bloeien er overal bloemen. Dat was in 7 jaar niet voorgekomen. Eindelijk een behoorlijke maïsoogst. Dan is er reden om feest te vieren. Men verzamelt zich op verschillende punten en dan gaan de mensen in optocht naar de plantage om te dansen. Toch wel een beetje een ernstig feest, de Simadan. Ver van het grote Willemstad, op het platteland van Curaçao, maken jongens met alles wat geluid maakt muziek. Waarom maak je muziek, vroeg ik. Om de meisjes blij te maken. Deze kinderen, ver van de grote stad, dat is daar 40 kilometer, spreken slecht Nederlands en schrijven slordig. Ze zijn allemaal 14, 15 jaar en zitten in de 6e klas van de lagere school. Onder elkaar spreken ze de taal die ze van hun ouders hebben geleerd, papiaments. Als deze kinderen op school komen, spreken ze amper een woord Nederlands. Maar toch spreekt de meester voor de klas Nederlands. Tja, dan blijf je vanzelf vaak zitten. En als ze van school af zijn,
dan spreken ze weer papiaments onder elkaar. Ga je laten trouwen? Nee, ik geloof niet. Ik wil iets worden. De kinderen willen graag leren, want ze weten dat je dan iets kan worden. Maar ze weten ook dat het moeilijk is om werk te krijgen. Veel vaders zijn zonder werk. Dat komt omdat de ruwe olie uit Venezuela, die bewerkt wordt op Curaçao en daarna weer teruggaat naar Venezuela, zeer omslachtig, nu bewerkt wordt door de machines. En dan heb je geen mensen nodig. Daarom zijn er zoveel vaders werkloos. En wat eet je dan, vroeg ik aan een jongetje. Rijst met kippenpoten. Kippenpoten? Ja, want kippenpoten krijg je voor niks, zei het jongetje. Wat weet je van Nederland, vroeg ik aan een meisje. De Nederlanders eten veel aardappels, zei het meisje. In Nederland zijn veel varkens, zei een ander meisje. Nee, de kinderen op de Nederlandse Antillen weten niet zoveel van Nederland. Ook alleen van de aardrijkskundeles. En de meesten zullen Nederland ook nooit van hun leven zien. Jammer, want ze leren onze taal. Dus de Nederlanders zijn de baas, vind jij? Is zo. Ja, wanneer? Waarom zijn de Nederlanders dan de baas? Op de werf? Omdat ze het beter kunnen dan de Curaçaonaars. Kunnen de Curaçaonaars niet hard werken? Dat kunnen ze wel, maar alleen als ze heel veel verdienen. En als je vader nou heel veel geld verdient, wat eet je dan? Noem eens iets heel lekkers op. Een rijst met kip. En wat eet je dan? Als vader niet werkt, minder? Dan eet hij alleen maar fondje met boter of pannenkoeken. Laga maar zet aan de blik, kai weba kibra, maar zet aan de gourmet. En voor wij kunnen dos blikken, stokas. Kost een, traag me na kores utras, ila heri mordele, mata nancy. Je zin ora lega kas morto kansa, ila pensa. Ta kon je traag me na pota sabia zin. Awe si la yami. Dore, e di nunca mas di mi bida min da baia banana. Paso e traag me na, si ta che. Ik heb een Nancy verhaal verteld in het papiaments, maar jullie hebben misschien niets van begrepen. En nu ga ik in het Nederlands proberen te vertellen. Eens op een dag had Nancy zijn kleinste kind naar Compassese gestuurd om een beetje vuur te gaan halen. Toen hij daar kwam, zag hij dat Compassese arepas maakte van ei. En dat had hij nog nooit geproefd. Hij kwam dichterbij en hij zag die lekkere arepas liggen. En hij keek Compassese vragend aan of hij eentje kon krijgen. Toen nam Compassese één en gaf hem dan maar. Toen ging hij naar binnen, haalde wat vuur en gaf hem. Hij ging naar huis. Hij zag vader Nancy aan het slapen. Hij gleed de arepa langs zijn neus. En hij sprak wakker. Hij zei: wat doe je met die arepa? De arepas zijn niet goed voor kinderen. Geef hier. Hij trok hem vandaag en at het op. En zei tegen een Pegasaya: ga en breng die. Vind je het nuttig om naar school te gaan? Ja, meneer. Waarom? Want je leert daar veel. En
Je leert veel en je kan later ook iets worden. Kinderen op straat, spreken die Nederlands? Soms wel, meneer. En soms gewoon papiemens. Wat vind je leuker? Ik vind Nederlands veel leuker. In Nederland is de volkstaal Nederlands. En hier is de volkstaal dan papiemens. Waarom is er dan Nederlands bij? Omdat we zitten in de Nederlandse Antillen en daar leren we, moeten we dus Nederlands leren. Hoe bedoel je moeten? Als we eens naar Suriname of naar Nederland gaan, dan kennen we Nederlands. Maar dan zou je toch beter Engels kunnen leren? Dan kan je over de hele wereld terecht. Ja, maar we zijn in het Koninkrijk van Nederland, daarom leren we ook Nederlands. Beatles, de Rolling Stones, de Monkees, de Spencer Davis Group. En wat dans je dan? Ook beatmuziek en verder Spaans muziek. En op de Curaçaose muziek, wat dans je daar dan? Wals, soca, tumba. Willemstad. Daar maken de kinderen niet zulke fijne muziek zoals de kinderen 40 kilometer verder op het platteland. Maar ze schrijven netter en ze spreken beter Nederlands. Nee, daar zijn het de Beatles en de Stones die de muziek voor ze maken. En ze dansen met de beatband. Jij hebt een donkere kleur en ik een lichte. Wat is het verschil? Ik ben in het tropische klimaat geboren en ik krijg veel zon. Dus je wordt bruin van de zon? Ja. Of als je ouders bruin bent, dan word je ook bruin. Willemstad. Daar komen de toeristen uit de boten om cadeautjes te kopen voor thuis. In Willemstad staan de huizen en de forten die zo doen denken aan vroeger tijden, aan West-Indië. En alles ziet er kleurig en fleurig uit onder die altijd schijnende zon. Zelfs in de wijk Fleur de Marie, Bloem van Maria betekent dat, aan de rand van Willemstad ziet alles er fleurig en kleurig uit. Het is heel moeilijk voor een Nederlander die er maar een paar weken rondkijkt, om erachter te komen of de mensen die hier in zelfgemaakte huisjes wonen het goed of slecht hebben. Ze zijn niet rijk, dat is duidelijk. Ze vonden het niet leuk dat we er kwamen filmen. Ze dachten, daar heb je weer die Hollanders die komen kijken hoe arm we zijn. Maar toen we bij Marco de Palm in zijn plankenhut werden uitgenodigd, ontdekten we pas goed hoe gastvrij de Antilliaan is en met hoe weinig hij gelukkig kan zijn. Ah, sì, buon.
Wij zullen ze moeten helpen net zo rijk te worden als wij. En daarom hebben grote mensen het over ontwikkelingshulp. En dat is ingewikkeld. Jullie kunnen alvast brieven naar de kinderen op de Antillen schrijven. Let maar op in de komende kinderboekenweek. Want de kinderen van deze mooie, warme Antillen schrijven Nederlands. Omdat in 16 zoveel onze voorouders met zeilschepen over deze zee aankwamen.